wat vooraf ging in de vorige H1 Z1. Ik heb ook wel zin om het een keer te livestreamen. Ja, en we zijn dood. Een auto, twee auto's. Twee auto's, nee. Dit is de ondergang. Dit is de ondergang. Ja, ja, nee. Ah. En we zijn dood. Ik zit nu dus in de auto in de wachtlobby met drie random dudes. Oké. We hebben een kill. Hij heeft ammo voor een assault rifle. Nice. Oké. Hier even gewoon chillen in de caravan en hier gewoon zitten en geen ene. De 500 likes zijn behaald. We hadden er zelf 1100. Dus hier is part 2 van H1 Z1. Geniet. Ja. En like! Oké, als je op de map kijkt, zie je dat wij nu in D5 zijn. En ik moet helemaal naar het oosten lopen om in de cirkel te gaan. Dus dat gaan wij dan nu ook even doen. Oké, we gaan door kleine steegjes lopen. Hopen dat we nog iemand kunnen killen. En misschien beter zelfs, gewoon in de cirkel geraken. Want binnen 3 minuten wordt de toxic gas verspreid. Daar zie ik iemand lopen en ik weet niet of het slim is dat ik hem ga proberen te killen. Maar ik heb ammo nodig, dus fuck die shit. Ik ga springen. Oh my god, ja, fuck it. We mogen onze position niet weggeven. Oké, dus ondertussen ben ik al een beetje verder gelopen. En ik kan jullie tonen dat wij nog niet volledig safe zijn. Want ik zit nu in D6. En ik moet in de cirkel gaan. En binnen 2 minuten komt de gas. Dus ik ga proberen zo ver mogelijk naar het oosten te lopen nu. En eigenlijk zelf een beetje naar het noordoosten. Zodat wij terug in die cirkel kunnen gaan. Dus ik ga gewoon lopen voor mijn leven. En me op autorun zetten. En wij gaan gewoon lopen. Ik heb nog 30 seconden, dus het gaat erg close worden. Maar met een beetje geluk kan het ons wel lukken. Dus ja. They see me running, see me running, see me running away. Away, away, away. They see me running, see me running, see me running away. Away, away. Holy shit, er zijn mensen achter me. Ik zag mensen in huis. Ik moet hier snel weg. Holy shit, holy shit, holy shit. Ze hebben een sniper. Ze hebben een sniper. Holy shit. Oké, ik hoop dat ik ontsnapt ben aan hen. Zo niet, dan niet. Lang leven autorun. Holy shit. Kom op, kom op. Oké, als je nu onderaan rechts aan het beeldscherm kijkt, zie je dat wij in E4 zijn. Dus normaal zou ik hier safe moeten zijn voor de toxic. Holy shit. Net is mijn camera oververhit. Ik moest die uitdoen. Ik moest er allemaal shit meer doen. Maar we zijn nog altijd in leven. En als je goed kijkt, zie je nu rond mij allemaal groene random fluo shit. Dat is de toxic gas. Als we even kijken op de map. Ik zit in G4. G4 is safe. Dus ik ga nu gewoon een beetje random naar daar lopen. En dan zien we wel waar we uitkomen. Oké, ik ga hem hier gewoon gehurkt zetten in het midden van het dingetje. Er zijn nog maar 15 mensen. We zitten bij de laatste 15 van de 150. Dat betekent dus dat we in 1/10 van het totaal zitten. Fucking episch. En we zitten nog altijd safe. Dus we moeten nu eigenlijk niks doen. En ik heb wel zin om een beetje op verkenning te gaan. Maar aan de andere kant dan ook weer niet. Omdat ik niet zoveel kogels heb. We kunnen misschien eens reloaden. Jongens. Een supply drop. Er is daar een supply drop. Shit, er komt gewoon echt een supply drop. Maar zou ik ervoor gaan? Zou ik proberen die supply drop te nemen? Het is waarschijnlijk toch dik lokaas om iedereen nog een beetje bij elkaar te brengen. Oké, ik ga er gewoon naartoe proberen te gaan. Let's go. Kom op. Loop sneller. We moeten echt bij die supply drop zijn. Er zitten daar super nice dingen in. Ik kan er ook een beetje bij campen en wachten tot er mensen komen. Holy shit, een auto. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit, een auto. Holy shit. Oké, een auto. Een auto. Een auto. Holy shit. Holy shit. De supply drop. De supply drop is hier. We zitten naast de kreet. We kunnen proberen die auto te doen ontploffen. Fuck it, we proberen het gewoon. Oh, my fucking god. Ik dacht dat hij me niet had gezien. Oh. We zaten wel bij de laatste 15. Ik was de 15e kill. Bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Wil jij meer H1 Z1 zien? Misschien dan samen met andere YouTubers? Laat dan zeker weten met wie. Ik ben Exit. Ik zeg bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het leuk? Laat dan een commentje achter. Doe een duimpje omhoog. Als we 500 likes kunnen halen, zie ik jou morgen terug op dit kanaal. Ik ben Exit en ik zeg adios. Bitches.